En de Raad van Ministers praat niet over reshuffling. Dit zegt Humphrey Dundas, hij is woordvoerder van het kabinet van de vicepresident. De afgelopen dagen deden geruchten de ronde dat de regering enkele ministers wil vervangen. Dundas geeft aan dat binnen de Raad van Ministers niet gesproken wordt over reshuffling. Ik las ook het bericht vanochtend in een lokale dagblad dat er in de RVM vandaag gesproken zou worden over reshuffling van ministers. Dat is geen aangelegenheid van de Raad van Ministers. Het is puur een aangelegenheid van de president indien hij ministers wil benoemen en of ontslaan. En nogmaals, daarbovenop of daartegenover heb je dus ook de politieke top waar er besluiten worden genomen. Binnen de Raad van Ministers vandaag op agenda. U weet, de agenda is er is een geheimhoudingsplicht wat betreft de Raad van Ministers, wat er daar wordt besproken. En nadat de informatie zo naar buiten is gekomen, zijn we gaan verifiëren en gaan kijken. Alhoewel we weten dus dat het niet klopt. Dat er geen sprake is van een agendapunt reshuffling van Raad van Ministers. De reshuffling van ministers binnen de Raad van Ministers. Dus dat klopt helemaal niet. Dundas zegt dat het wel mogelijk is om het functioneren van een minister te bespreken in de Raad van Ministers. Dus we kunnen wel gaan evalueren en kijken binnen de Raad hoe een minister zeg maar de afgelopen periode heeft gewerkt. Op beleidsgebied, weet u, evaluatie doen. Maar dat er binnen de Raad zelf besluiten zal worden genomen over wie dan ook plaats op de gereshuffeld moet worden. Nee, dat klopt niet. Zover ons bekend niet. Het zou best kunnen. De informatie zouden we dus laten voor het kabinet van de president. Om daarover informatie te geven. Maar zover wij hier op het kabinet van de president weten, is er geen sprake van reshuffling binnen de Raad van Ministers, binnen de ministers. Ja? Dat was dus Humphrey Dundas. Hij is woordvoerder van het kabinet van de VP. Hij denkt dat vanwege de reorganisatie op het kabinet van de president, mensen er gevoelig van uitgaan dat er ook een reshuffling komt bij de ministers. Zover wij dat weten, is dat niet het geval, benadrukt hij.